Yo, Nintendo fans. Hoi. Oh, je klinkt een beetje down, Piet. Ja. Waarom? Ik mag nooit meer in je video's. Ik zag inderdaad al wat comments, ja, van mensen die jou misten. Doe even een blauw duimpje omhoog als je meer Piet wil zien, want misschien kan ik hem dan wel weer een plekje geven, Pietje. Ja! Oké. Anyway, welkom op dag 11 in Pikmin 3 Deluxe voor de Nintendo Switch. We zijn nog steeds op zoek naar Captain Olimar. En in de vorige aflevering zijn we heel veel roze Pikmin kwijtgeraakt. Kijk maar, we hebben er nog maar 8. Dus we moeten er even voor zorgen dat we weer wat roze Pikmin terugkrijgen. Want ik heb zo'n voorgevoel dat we die nodig gaan hebben. Want we moeten vandaag een brug gaan bouwen. Ja, en aangezien we net dus die roze Pikmin hebben gevonden, kan ik me voorstellen dat we die ook echt wel nodig gaan hebben. Nu. Oh, wat? Wat is dit voor een beest? Pak hem, val hem aan. Waarom kunnen we hem niet raken? Hebben we daar misschien grijze Pikmin voor nodig? Waar is die? Daar is die. Pak hem aan. Pak hem aan. Kom op. Wacht tot hij stilstaat. Maar ik raak hem echt totaal niet gewoon. Kom op. Pak hem. Ja, kijk. Op die manier moeten we hem pakken. Huh? Oké. Oh, en dan dropt hij wat... Nou ja, dit ging niet helemaal volgens plan. Volgens mij dropt hij dan gewoon muntjes. Met die muntjes krijg je natuurlijk weer nieuwe Pikmin. We hebben nu weer 17 roze Pikmin. Maar we kunnen er nogal wat meer gebruiken, denk ik. Dus we gaan even hier nog meer Pikmin verzamelen. Daar nog eentje. Lekker bezig, jongens. Oh, kijk, hier zien we weer van die larven. Pak die larven. Hier, slurp even een beetje nectar op, jongens. Daar word je groot en sterk van. Ik vind het echt super grappig hoe die elke keer gewoon overal overheen vliegen. Dit is eigenlijk wel schattig, die vliegende Pikmin. Kijk, hoppakee. Nog meer roze Pikmin terug. En dan hebben we er nu in totaal 26. Nou, dan vullen we de rest even aan. Met Pikmin van een ander kleurtje. Zo. Hoppakee. Let's go on an adventure. We gaan de brug bouwen. En daarvoor hadden we gelukkig deze shortcut al ontgrendeld. Laten we sowieso even deze spin uit de weg ruimen. Ik vertrouw die spinnen voor gaan meten namelijk. Hoppakee. Oké, brengen jullie die even terug? Top. Volgens mij heb ik nog een paar Pikmin achtergelaten. Ik heb er nu opeens maar 93 bij me. Oké, het eerste stukje brug is hierboven. Daar waren we in de vorige aflevering zo'n beetje geëindigd. Maar toen hadden we dus geen tijd meer over. Dus we doen alle gevleugelde Pikmin eventjes. Als ze tenminste nog... Hallo? Luister eens even naar mij. Willen jullie even naar boven gaan? En dan... Uh-oh. De kapitein, die is onder water. Hallo, kapitein. Kom je even terug? Oké, we gooien 11 al even daar naartoe. En dan moeten we even schakelen naar 11. Kijk, en dan hebben we hier een stukje brug. Let's go, roze Pikmin. Gaan we lekker bruggen bouwen. Heel goed. Wat zit er trouwens in het water? Het is een Jupiter, jongens. Nee, jij gaat me niet aanvallen, vriend. Laat me maar rust. Daar komen alle roze Pikminnetjes weer terug. Kom maar. Oh, er is er nog eentje die is... ja, die vliegt daar nog. Dit is de slome Ari. Die was even traag. Die heeft de bus gemist, denk ik, of zo. Oké, laten we even kijken waar we nu naartoe moeten. Oh, kijk, hier staan er ook nog 2. Er komen er nog een paar achter ons aangehuppeld. Waar komen jullie elke keer vandaan, jongen? Blijf gewoon lekker bij de groep. Oké, halen we dit nog met z'n allen? Ja hoor, lekker. Oké, we moeten nu hier naartoe. Wat vliegt daar nou aan de overkant, joh? Zijn dit een soort van bijen of zo? Wat zijn dit? What are those? Het zijn Scornets. En die moeten we aanvallen met gevleugelde Pikmin. Oké, let's go. Pak ze! Kom op. Pak ze! Die gekke gevleugelde Pikmin dingen. Wezentjes, Scornets. Oh, oké. Oh, er is er nog 1 over. Nog 1. Pak hem. Oh, nee, dan moet ik... ik moet wel de goede Pikmin selecteren. Pak die ene. Dat is best wel zielig. Die hadden we ook gewoon met rust kunnen laten. Oké, doet er niet toe, want hier is het volgende stukje brug. Lekker bezig, jongens. Heerlijk. Oké, dan kan de rest alvast even deze muur neer gaan halen. Lekker bezig, jongens. Oké, als jullie dan eventjes gewoon lekker bij de groep komen. Ja. Kom maar. Kom maar, jongens. Jullie hoeven niet terug te vliegen naar waar je vandaan kwam. Je mag gewoon naar mij toe vliegen. Toppie. Deze zijn echt super snel. Kijk, die zijn echt een stuk sneller met dat paarse bloemetje op hun hoofd. Zie je, deze is echt nog wel aardig een stukje langzamer. En dan komen we nu hier terecht. En Elf die zegt, kunnen we dat ding ergens voor gebruiken? Deze borden. Het zijn een soort van klapborden of zo. Nou, we moeten daar roze Pikmin op gooien, want we hebben roze handvaatjes. Oké. Hier moeten we even mee gaan afrekenen. Ik denk dat ik hier even mijn rode Pikmin op afstuur. En ook eventjes mijn donkere Pikmin. En misschien kunnen mijn gele Pikmin ook wel helpen. Pak ze aan! Maak ze kapot. Er zijn 3 Pikmin van mij gesneuveld. 4 Pikmin zijn van mij gesneuveld. Hey, dude. Pak hem aan. Oké, gaan jullie met z'n allen al die beestjes terugbrengen? Dan ga ik even dit klapbord omhoog halen. En dan hoop ik dat hier wel achter zit wat we zoeken.
Ligt hier achter wat we zoeken? Ja, kijk. Hoppakee. Dit hebben we nodig. Dit zijn de stukjes brug. Oké, let's go, jongens. Ga het bruggetje maar brengen. Nice. Oké, toppie. Oh, nee. Nee. Don't die. Niet kapot gaan. Dit ging bijna fout. Laat die spin maar even met rust, jongens. Hoeveel gevleugelde Pikmin heb ik nog? Nog 23 in mijn squad. Oh, dit valt mee. We zijn er gelukkig niet heel veel verloren. Dat ging echt bijna fout. Ik stuurde ze zomaar op pad zonder te kijken. En hierachter vlogen ze gewoon rechtstreeks. Hoppakee, de spinnenweb in. Goed gedaan, jongens. Lekker bezig met die brug. Hé, hey, volgens mij hoorde ik daar ook gelijk het geluidje dat het gelukt is dat de brug nu compleet is. Nou hoop ik dat iedereen zo'n beetje weer in de squad is die in de squad hoort te zijn. Oh, kijk, hier komen er nog meer aan vliegen. Hé, hey, hallo, jongens. Waar gaan jullie nou naartoe? Straks raken jullie weer kwijt, hè, jongens. Ze zijn wel een beetje eigenwijs, jongen, die Pikmin. Jullie ook. Kom maar, kom maar. Nee. Oh, die ene is ook weer weggelopen. Kijk, ik probeer zo goed mogelijk voor mijn Pikmin te zorgen, maar soms zijn ze echt zo eigenwijs. Oké. Hopelijk is de rest hier nog. Nou, onderweg ben ik er toch... Oh nee, ik dacht dat ik er een paar was kwijtgeraakt onderweg. Maar dat valt mee, we zijn gewoon weer de volle squad. Ja, dan gaan we nu naar de brug en dan gaan we nu kijken wat er in die boom zit. Ik bedoel, daar lag een mannetje. We weten dat daar een mannetje lag. Dat hebben we kunnen zien. Maar wat doet hij daar? En is het Olimar? Want volgens mij niet. Volgens mij is het niet Olimar. Ja, kijk, de brug is klaar. We kunnen naar boven. We gaan de boom in. Heeft je moeder dat ook wel eens tegen je gezegd? Je kan de boom in. Nou, wij gaan nu letterlijk de boom in. Ja, daar is die. Daar is die. Maar het is toch echt niet Olimar. Het is toch echt iemand anders. Oh, nee. Oh, weer van die bijen. Nou ja, weet je, die waren net wel makkelijk te verslaan. Daar hadden we niet zoveel moeite mee. Maar nu nemen ze die gozer mee. En het zijn er denk ik iets meer dan net dan. Hallo? Oh, crap. Wat is dat dan? Dit is de bijenkoningin met een harp in de mond. Dat... denk ik fungeert als een net of zo. Oké dan. Hoe gaan we dit doen? Hier is de hint. Ga door de gaten in de scornets. Dus de gaten tussendoor. Ja, tussen die beesten door. En val aan met de gevleugelde Pikmin. Oké, we gaan de gevleugelde Pikmin in ieder geval selecteren. En dan gaan we maar denk ik gewoon proberen aan te vallen of zo. Oké, dat werkt niet. Dat is niet de bedoeling. Dit is niet wat wij moeten doen. Eens even kijken. Oh, nu gaan ze mij aanvallen. Ze vormen een punt. Een gigantische punt. En oké, dit kunnen wij wel ontwijken. Kijk waar ze naartoe gaan. We kunnen hem makkelijk pakken. Kom op. Pak hem. Lekker. Nice. Oké, allemaal aanvallen. Rode Pikmin, donkere Pikmin, gele Pikmin. Iedereen aanvallen. Lekker. Oké, we hebben de baas al voor de helft kapot, jongens. Dat ging goed en we zijn geen enkele Pikmin kwijtgeraakt. Kijk, zo zie ik het graag. Dit gaat lekker. Oké, wat is jullie volgende move? Gaan jullie me weer aanvallen in een punt? Ik eet vanavond punt paprika, dus dat komt helemaal goed. Ik eet jullie rauw. Oké, dit ziet er niet uit als een punt. Wat is dit? Dit is een gigantische aanvalsformatie. Deze opstelling zie je ook in Game of Thrones, volgens mij. Oké, pas op. En naar de koningin. Let's go. Naar de koningin. Pak die koningin. Haal haar naar de grond. Lekker bezig. Oké, en aanvallen. Aanvallen met z'n allen. Jullie ook. Het is al klaar. Het is al klaar, denk ik. Volgens mij hebben we hem. We hebben hem. En terwijl we hem verslagen hebben, gaan ook al die kleine bijtjes dood. En is daar... wie is dit eigenlijk? Elf die zegt, Captain Olimar. Ik denk niet dat het Captain Olimar is. Hij beweegt niet, zegt hij. We moeten hem naar de Drake brengen, zo snel mogelijk. Oké, laten we dat gaan doen. Oké, we gaan hem naar de Drake brengen. Dat mogen mijn steen Pikmin even doen. Gaan jullie lekker, jongens? Oh, we kunnen al die kleine beestjes blijkbaar ook naar de Drake brengen. Kijk nou. Nice. Oké, mijn gevleugelde Pikmin mogen deze even terug gaan brengen. Let's go, jongens. Met z'n allen. Hebben jullie er meer nodig? Dan gaan we gewoon met meer, hoor. Geen probleem. Of zijn mijn gevleugelde Pikmin op? Nee, die zijn nog niet op. Die kunnen nog wel helpen. Toppie. En dan mogen jullie met z'n allen het fruitje lekker weg gaan brengen. Misschien dat we nog even kunnen helpen met z'n allen. Hè? Lekker sportief. Gewoon met z'n allen even helpen. Maar blijkbaar kunnen we ook al deze gastjes allemaal lekker mee naar huis nemen. Dat vind ik wel nice. Dit levert wel aardig wat nieuwe spullen op, denk ik. Kijk ze allemaal gaan. Nice. Ik moet wel zeggen, die gele lijken er wat moeite mee te hebben. Oh, kijk, nu gaan ze wat sneller. Ik denk dat er een opstopping was, jongens. Oké, willen jullie ook nog allemaal even een bijtje mee naar huis brengen? Kan gewoon, hoor. Hier, neem er maar eentje mee. Jij ook? Hoppakee. Nou, we hebben bijna al die kleine bijen ook meegenomen. Volgens mij waren het er echt een stuk of 100 of zo. Oké, we moeten nu wel een beetje tempo gaan maken, blijkbaar. Maar
We hebben iets gevonden. We hebben iets teruggebracht naar het schip. En ik denk dat het die gozer is. Kijk, het is deze man. Een levensvorm gaan we analyseren. De analyse is compleet. Het is een hokotation. En hij is in een soort van stasis mode. Een soort van, ja, diepe slaap is dat eigenlijk. En daar heeft het ruimtepakje dus blijkbaar voor gezorgd dat hij in die diepe slaap is. Een soort van automatische bescherming is dat. Maar de Cosmic Drive Key die kunnen we nog niet vinden. Ja, dat is wel balen. Nou, ondertussen moeten we denk ik wel een beetje tempootje gaan maken. Want de zon begint al aardig onder te gaan. En het is te hopen dat iedereen het vandaag gewoon lekker overleeft. Kijk, ze met z'n allen lopen dan. Dit is toch hilarisch. Ze nemen allemaal één zo'n bijtje mee. Dit ziet er echt super grappig uit. Kijk, daar loopt de rest. Oh, die hebben hier ook een opstopping. Ah, ze wachten op het fruit, denk ik. Het fruit gaat niet zo snel. Ah, ik denk dat we tijd zat hebben. Kijk, hier is de rest van de crew. Die waren al even klaar. Daar komt het fruit. Nom, 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 nom. Lekker. Die baas is denk ik al hier gebracht. Hoppakee, nieuw fruit ontdekt. Nog 9 tellen. Volgens mij is iedereen nu wel aardig thuis. Volgens mij gaat dit precies goed komen. Als het goed is... Ja, we zijn compleet. De hele squad is weer terug. Precies op tijd voor het einde van de dag. Doe even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Want dan zie je dag 12 ook van Pikmin 3 Deluxe voor de Nintendo Switch. En wil je me live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rikkertjoe. Dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!